Hallo, welkom. Leuk dat je komt kijken. Mijn naam is Annette Elias en je bent hier aanbeland bij de Kijkkast. Leuk dat je er bent. In deze video ga ik je laten zien hoe je met behulp van een heel handig nieuw product in onze Stampin' Up! Collectie, namelijk het Masking Paper, echt een superleuke achtergrond kunt maken. En ik ga gebruik maken van een hele speciale Limited Edition stempelset. Laat ik snel de camera draaien, want dan ga ik je alles laten zien. Zo, daar zijn we dan. Nou, de speciale stempelset die we gaan gebruiken is deze. Perfect Pomegranate is de naam. Een hele mooie distinctive stempelset met wat wij in het Nederlands noemen de granaatappel. Echt een heel mooie, bijzondere set. En dit is een set die je niet zomaar in de mini-catalogus of jaarcatalogus tegen zult komen. Want zoals ik net al zei, het is een limited edition. En je vindt hem hier in onze celebration folder die geldig is tot 31 augustus. En als je dan kijkt op bladzijde 17, dan kom je de stempelset tegen. En dan zie je staan dat het een hoofdset is. De hoofdset Perfect Pomegranate is een speciale set die je krijgt bovenop je gewone celebration cadeaus bij een bestelling vanaf €375. En dat kan natuurlijk een gezamenlijke bestelling zijn uit bijvoorbeeld een workshop die jij organiseert, of het kan zijn dat jij je bestellingen opspaart en in één keer een grote bestelling doet en dan heb je hem ook automatisch al bij je bestelling. Echt een set die de moeite waard is en we gaan daar even vandaag iets artistieks mee doen. Ik leg hem nog eventjes opzij, want we beginnen met de achtergrond en daarvoor gebruiken we dus ons masking paper. Ik heb hier een velletje liggen. Nu zul je denken, masking paper, wat is dat? Nou, het is papier met een plaklaag aan de achterkant. En het is een zodanige plaklaag dat je hem heel makkelijk kunt vastplakken, maar ook weer makkelijk los kunt halen. Dus het is echt bedoeld als tijdelijke laag op je werk. Daardoor kun je heel makkelijk masks ervan maken. Maar je kunt er dus ook andere leuke technieken mee doen. En daarvan ga ik er eentje aan jullie laten zien. En mocht je nu denken van, hé, die heb ik helemaal niet gezien in de catalogus. Hij staat ook een beetje verdekt opgesteld. Dit is de jaarcatalogus, de nieuwe jaarcatalogus. En als je dan kijkt op bladzijde, even kijken, bladzijde 149. Dan zie je hem hier staan, in vakje 9, ons masking paper. Het kost €8,50. Je krijgt, even kijken, 12 vel. En dit is de maat. Ze zijn 5 bij 7 inch. Dat wil zeggen 12,7 bij 17,8 centimeter. Dus bladzijde 149, mocht je het willen zoeken. Nou, we gaan dit papier dus op een manier gebruiken waardoor we een mooie achtergrond gaan krijgen. En de achtergrond daarvan is het startpunt een stukje basic white cardstock. Dat leg ik op mijn werkblad en dan neem ik mijn masking paper erbij. Ik heb geen plak of schutvel op de achtergrond. Ik heb dus echt hier het kale masking paper. En ik heb dus de plakrand hier op mijn vingers, omdat ik het namelijk ga scheuren. Ik begin met aan de rechterkant, aan de lange kant, eerst even een strookje af te scheuren. Want die ga ik niet gebruiken. Aangezien er natuurlijk ook een recht randje aan zit. En we willen in dit geval geen rechte randjes. Dus dit kan weg. Dat gaat in de prullenbak. Nu ga ik een volgende randje scheuren. Gewoon een heel smal strookje. En het leuke is dat het een mooi onregelmatig strookje wordt. Dan krijg je het leukste effect. Zo. En dit gescheurde strookje, wat dus lekker hobbelig is en bobbelig, en dat willen we nou net hebben, dat plak ik zo
dwars over op mijn achtergrondpapier. En hij is iets te lang, maar dat is heel mooi, want daarmee leg ik hem meteen vast op mijn gridpaper. Nou, dan neem ik nog een strookje. En ik vind het zelf mooi om die strookjes vrij smal te houden. Maar hij mag best hier en daar iets breder en iets smaller. Juist die afwisseling maakt het leuk. En deze plak ik vervolgens hierop. Dus evenwijdig met dat eerste strookje. Dan scheur ik nog een keertje. En deze plak ik hier onderaan. Ongeveer op gelijke afstand weer. En ook weer evenwijdig. En dan kan ik hem hier zo afscheuren. En dit stukje kan ik dan mooi aan die andere kant gebruiken. En zo heb ik mijn hele papiertje gevuld. Nou, ik ben nog niet klaar. Ik ga nog even verder. En deze ga ik precies dwars over plakken bij die andere strookjes. Dus ongeveer in een hoek van 90 graden. Het mag een beetje uit de losse hand allemaal. Ik hoef niet te gaan meten of zo. En we scheuren nog zo'n strookje. En die komt dan hier. Nou, dan druk ik alle strookjes even heel goed aan. Want ze moeten nog even vast blijven zitten. Zo. En wat ga ik dan doen? Ik neem de Alt Olive inkt en een blending brush. En daarmee ga ik heel licht over die strookjes heen een basis maken. Dus ik ga even een basiskleurtje aanbrengen. Heel licht. En als je zacht blendt, dus nooit hard drukken, dan blijven je strookjes gewoon prima zitten. En mocht er eens eentje losgaan, dan strijk je me gewoon moeiteloos weer vast. Maar vooral bij de uiteinden moet je even uitkijken. Dus ik geef hem een hele lichte basis in Old Olive. Zo. Nou, als overal een klein beetje kleur zit, is het goed. Hier nog een beetje bij. Hou het vooral heel licht. Nou, we hebben nu alles een hele lichte basis gegeven. En dan kan deze inkt gaan dicht. Dan neem ik een volgende inktkleur en dat is de Rich Razzleberry. En dan neem ik ook even een blending brush voor. En Rich Razzleberry is een pittige kleur, dus neem vooral niet te veel inkt. En dan ga ik alleen even heel licht over mijn strookjes heen. Dus niet overal, alleen over die strookjes.
Die hou ik er even vast. Nou, dat doe ik ook met de strookjes die dwars over geplakt zijn. Heel weinig inkt gebruiken dus. Dus ik wil ook stukjes overhouden waar geen Rich Razzleberry inkt zit. Heel licht. Dat was het blenden eventjes. Nu pak ik de stempelset erbij en daarvan neem ik deze gave achtergrondstempel. En die doe ik even op een kleerblokje. Pak ik de inkt er weer bij. En nu wil ik heel licht wat structuur aan gaan brengen op de achtergrond. Maar ik stempel eerst even af, want ik wil echt dat mijn inkt licht wordt. Dat mijn afdruk licht wordt. 1, 2, en dan hier. Dus ik doe hier en daar even zo wat structuur. Niet te veel. Dat is genoeg. Zo. Dan deze ook weer terug. Nou, dan komt de tijd om de strookjes masking paper te verwijderen. Nou, dat gaat heel makkelijk. Want het plakt goed, maar het gaat er ook heel makkelijk weer af. En dan hebben we deze super gave basis gemaakt voor onze kaart. Nou, deze mag je gewoon wegdoen. Dan neem ik de Blackberry Bliss inkt en een blending brush. Ga ik heel licht rondom de kanten van het papier, de randjes van het papier, ga ik heel licht aanzetten. Wat misschien leuk is om te vertellen, is ik ben even op zoek gegaan naar de granaatappel. Want ik weet natuurlijk wel wat granaatappels zijn. Maar ik weet er eigenlijk verder niet zoveel van, hoe ze groeien en zo. En dat wilde ik even weten, om het een beetje realistisch te kunnen maken. En toen kwam ik erachter dat de granaatappel een ontzettend gezonde en vitaminerijke vrucht is. Hij groeit in gebieden waar veel zon schijnt. Hij heeft minstens 10 uur zon per dag nodig. En al die energie die er dan in komt door de zon, daar maakt hij heel veel gezonde vitamine, mineralen, antioxidanten van. Dus het is echt een super gezonde vrucht. Dus als je iemand wat goeds wenst, is dit een ultieme set om te gebruiken. Want het is echt een heel mooi symbolische set wat dat betreft. Nou, door het inkten van de randjes maak je alweer dat alles wat meer blendt. Nu ga ik op de achtergrond wat van die takjes stempelen. Dat zijn deze takjes. En dan ga ik straks die granaatappels aanhangen. Ik neem de Old Olive inkt. En ik stempel hem een beetje zo hier en daar op mijn kaart.
En nu zie je ook dat mooie distinctive effect met donkere en lichte details, wat die set zo bijzonder maakt. En zo stempel ik hem enkele keren op mijn kaart en een beetje vanaf de zijkant. Even gekliederd op mijn kleerlok, dus dat veeg ik even af. En dan stempel ik hem hier ook nog even een keertje. En hieronder wil ik straks die vruchten gaan stempelen, dus daar hou ik wat ruimte voor. Want ik gebruik de stempel nog wel even om hier en daar even zo'n klein beetje groen aan te brengen. Omdat dat zo mooi de kaart aankleedt. Nou, een van de dingen die ik tegenkwam bij mijn onderzoekje naar de pomegranate, naar de granaatappel, was dat ze groeien aan de boom met dit tuitje, dat tuutje, omlaag en niet omhoog. Ik had verwacht omhoog, maar het is omlaag en dat komt omdat ze zwaar zijn. Nou, ik ga die vruchten ga ik dan weer stempelen met de Rich Razzleberry. En die stempel ik zo hier onder mijn takjes. En sorry als mijn haar af en toe even in beeld komt. Want ik wil even goed zien waar ik stempel. En hier komt hij dan ook nog een keertje. Wat zo leuk is, is dat je nu bij deze achtergrond hier en daar lichtelijk nog dat effect van die ruitjes door de vruchten heen ziet schijnen. Dus dat geeft een heel leuk resultaat. Nou, als je een granaatappel doorsnijdt, dan valt er iets op, is dat er heel veel van die kleine pitjes in zitten. En daarvoor is ook een speciale stempel. Dat is deze. En daarmee kun je die hier in de vrucht gaan stempelen. En dat doe ik dan met een tintje donkerder, met Blackberry Bliss. Ik heb ook onderzoek gedaan naar de kleur van de vrucht. En die is een beetje rood, een beetje paars. Ik heb een beetje artistieke vrijheid genomen en ik heb hem iets meer paars gemaakt. Maar je ziet dat deze precies in deze doorgesneden vrucht past. Wat natuurlijk een ontzettend mooi effect geeft. Dit is wat we nu hebben. En dat ziet er wel heel gaaf uit. Als je wilt, kun je met een sponsdauer kun je nog wat extra accentjes brengen op de plekken waar de vruchten zitten. Dus dan ga ik hier wat extra kleur aanbrengen en hier. En dan hier. Dan krijg je net nog iets meer afwisseling in je achtergrond. De achtergrond is ongeveer wel klaar, dus die gaan we opzij leggen. Nu gaan we maken wat op de kaart komt. En daarvoor neem ik gewoon altijd graag even een paar restjes Basic White cardstock. En dan ga ik even de stempels pakken die ik daarvoor nodig heb. Want het leuke van deze stempelset vind ik zelf dat er een heel grote granaatappel op staat. Maar dat ook de groeistadia er ook op staan, namelijk een beginnend bloemetje, een verder uitgroeiend bloemetje en dan zie je ook dat dit deel
wordt uiteindelijk die granaatappel, de blaadjes vallen eraf en dit kroontje is dus wat uiteindelijk hier overblijft als dat kroontje van die granaatappel. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Dus ik wil eigenlijk die stadia ook allemaal verwerken in mijn kaart. En wat ook leuk is, is dat je er hele leuke blaadjesstempels bij hebt. Dus ik ga de blaadjes nemen. En dan nog deze bloem. En deze mag weer terug. Want ik heb ook dat middenstukje nodig. Dus alles ligt even klaar. Nou, begin met de granaatappel. Die ga ik inkten met Rich Razzleberry. Dan leg ik hem neer. En dan neem ik even de Blackberry Bliss inkt erbij. En een sponsdabber. En dan ga ik even zo langs de randen wat van die Blackberry Bliss aanbrengen. Dus alleen aan de randjes. Zodat je een nog meer mooie kleurenverschillen erin krijgt. En dan kan ik hem afstempelen. Zo. En dan zie je echt dat hij mooi aan de rand wat donkerder is. Zo, die is klaar. Dan neem ik deze. Even kijken, wat is die? Oh, die bloem heb ik nog niet gepakt, denk ik. Die mag terug. Dan neem ik even deze bloem. Dat is deze. En ik wil dit kroontje wil ik groen hebben. En de bloemblaadjes wil ik in het Old Olive hebben. En dat doe ik heel simpel. Ik leg hem eerst even zo op de Old Olive half. En dan neem ik de Rich Razzleberry. En om dan die overgang een beetje zachter te maken, ga ik er even met mijn sponsdouwer overheen, zodat je een mooi geleidelijke overgang krijgt tussen die twee. Zo. En kijk hoe mooi die bloem is. Echt zo mooi uitgevoerd. Nou, dan neem ik de kleine bloem. Echt het beginstadium. Die stempel ik gewoon twee keer. Dan neem ik ook die kleine puntjes hier. En die stempel ik hier dan weer in met Blackberry Bliss. En die laat ik even liggen. Daar ga ik zo nog iets mee doen. Dan neem ik dit blad. En die ga ik stempelen. Dat is het blad met twee blaadjes. Die ga ik twee keer stempelen met Old Olive. En ook in die blaadjes zit weer prachtig dat donker en licht effect. Echt dat distinctive effect van de stempelset. En dan neem ik ook nog het takje met de drie blaadjes. En die stempel ik dan ook één keer, ook met Old Olive. Prachtig. Ik leg deze allemaal even weg. Want we hebben nu de onderdelen en ik zal nog iets aan deze bloesems doen. Dus ik neem nog even mijn blending brush en ik verzacht hem even. Zodat het midden
van de bloem niet meer helemaal wit is. Nou, dan gaan we de wonderen van YouTube even laten werken. We gaan even knippen. En dan simsalabim. Heb ik al die onderdelen heb ik al uitgeknipt. Dus die kunnen we straks gaan verwerken op onze kaart. Dus die kan ik zo even op tafel leggen. Dan neem ik mijn achtergrond er weer even bij. En dan heb ik met de Stitched Rectangle, of nee, dit zijn de Deckled Rectangles Dies. Dat zijn deze. En dan heb ik met de 1, 2, derde van het midden af gerekend, heb ik deze rechthoek gestanst. En dan heb je die prachtige katholrand. De Deckled Rectangles zijn die dus. Echt zo'n tongbreker. Nou, die gaan we hier op de kaart verwerken. Zodat we een basis hebben waar al onze onderdeeltjes mooi op uitkomen. Dus ik leg hem even op de kaart. Nou, dan ga ik deze. Die komt hier onderaan. En die prachtige bloem, die ga ik hier bovenaan doen. Die zit hier zo'n beetje achter die granaatappel. Dan heb ik hier een bloesem. En hier, ik ben gewoon een beetje aan het schikken. Ik kan die bloemetjes nog een beetje vormen. Even kijken. Als je ze zo in je hand doet, kun je ze nog een beetje vormen. Heb ik de grootste bolletjes punt volgenomen van onze Take Your Pick tool. Dat kan ik ook nog met de blaadjes doen van de bloem. Zodat die ook ietsje gaat krullen. En ik kan dat eventueel ook nog met de granaatappel doen, zodat die ook een beetje vorm krijgt. Dan krijgt hij een beetje volume. Zie je, hij gaat een beetje bollen. Geef net even dat leuke extra. En dat ga ik dan ook nog even met de blaadjes doen. Geef net even dat kleine beetje extra. Nou, dan ga ik deze hier plakken. Daar heb ik dimensionals voor nodig. En dan plak ik er gewoon twee op elkaar. Zo. Nou, ga ik ook de bloem. Ga ik een dimensional achter doen. En hier achter het steeltje even een heel klein beetje lijm. En die komt hier zo een beetje achter. Dan wil ik hier de twee bloesempjes hebben. Die doe ik ook op een dimensional. En die druk ze allemaal nog niet te erg vast. En dan gebruik ik die leuke takjes om hier en daar tussen te steken. Zo, dat is één. En dan ga ik er ook hier eentje aan de onderkant doen. En eentje aan de rechterzijde. Die wil ik een heel klein stukje laten uitsteken.
En dan krijg je hier eigenlijk een soort klein mini schilderijtje. En die ga ik straks op mijn kaart plakken. Maar ik ga eerst even de kaart in elkaar zetten. Nou, wat ga ik doen? Ik ga de basis, het paneel, de achtergrondpaneel, ga ik plakken op een laagje Old Olive. Dat is dus weer de kleur die we ook in het blenden en in het stempelen hebben gebruikt. Zo. En deze doe ik dan weer op een laagje Basic White, dat je mooi dat contrast krijgt. En dat een laagje Basic White. En dat is gewoon net een heel klein stukje groter dan het onderliggende laagje. Zodat je mooi die kleurcombinatie te zien krijgt. Nou, dan komt ons paneel erop. En die ga ik met dimensionals erop doen. Zo. En je ziet zo dat het eigenlijk mooi overvloeit in de achtergrond. Voorgrond en achtergrond zijn één. Dat is precies het effect wat ik hier wilde bereiken. Nou, de set Perfect Pomegranate heeft geen teksten. Dus je kunt eigenlijk elke tekst die je in je collectie hebt, die kun je ermee combineren. Nou, ik vond het leuk om iemand een leuke, gezellige kaart om hem even te laten weten dat ik er ben. Dus ik heb uit de set Sending Smiles heb ik genomen A Card to Say Hello. En ik heb een strookje in de kleur Blackberry Bliss heb ik genomen. En daar heb ik alvast op geheat en embossed A Card to Say Hello. Dan ga ik de uiteinden ervan ga ik even schuin afknippen. En deze kan ik dan op een plekje naar wens op mijn kaart gaan verwerken. En ik denk dat ik dat hier doe. En daarvoor gebruik ik mijn mini dimensionals. En omdat het hier verhoogd is en hier niet, doe ik hier even een extra dimensional eronder. En misschien zelfs nog eentje, zodat hij wat houvast heeft. En doe ik er hier ook nog even één. En dan zou het moeten lukken. Oh. Nou, deze komt dan hier op mijn kaart. Nou, en dat zit perfect. Dan wil ik hem nog een beetje decoreren. En daarvoor heb ik de Iridescent Pearls Basic Jewels genomen. Want die vond ik gewoon heel mooi fris bij deze kaart. Plus het feit dat ze iridescent zijn, betekent dat ze ook een beetje de kleur van de omgeving aannemen. En dat vind ik natuurlijk ook heel erg leuk. Dus ik ga hier en daar even zo'n pareltje plakken. Kom op. Hij wil niet wat ik wil, dus ik doe het gewoon even zo. En doen we er daar nog eentje.
Zo, 2, 1, 2. En dan kijk ik, ik denk dat er nog wel eentje bij mag. Want ze zijn echt heel mooi subtiel in al die donkere kleuren. Is het echt mooi om even een licht effect aan te brengen. En dan doen we ook hier nog eentje. Hier tussenin. Mooie zo een verdeling. De Iridescence Pearls Basic Jewels zijn dat. Nou, het enige wat ik nu nog moet doen, is mijn kaart op de basiskaart doen. En die heb ik genomen voor een portie drama. Heb ik gekozen voor een Blackberry Bliss kaartbasis. Zodat je een mooie omlijsting krijgt van al die warme kleuren. Dus dat ga ik met Dimensionals aanbrengen. Ik weet dat veel mensen Blackberry Bliss soms een lastigere kleur vinden. Maar het is zo'n ontzettend warme en chique kleur. En het is een geweldige combinatie met Rich Razzleberry. Dus ik nodig je uit om er echt weer eens lekker mee aan de slag te gaan. Want het is een machtig mooie kleur. Nou, dit is de kaart geworden. We hebben gebruik gemaakt van ons nieuwe masking paper, blending brushes, inkten, en van de prachtige set Perfect Pomegranate. Nou, ik hoop dat je het een leuke en interessante tutorial hebt gevonden. Ik zal nog even de Deckled Rectangle Dies noemen. Dan heb ik alles gehad. En de tekst van de Sending Smiles stempelset. Dan ben ik even compleet. Nou, dit was mijn kaart van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik nodig je uit om via de link hier bij deze video op mijn blog de detailfoto's te kijken. En het overzicht van alle gebruikte materialen. En tevens vind je daar links naar mijn lieve collega's, design teamgenootjes van het Totally Techniques Design Team. En dan kun je nog meer ideeën krijgen met het fantastische masking paper. Nou, dit was mijn kaartje. Ik draai de camera om nog even dag te zeggen. Dit is hem geworden. Ik zie je heel graag een volgende keer weer, maar ik wil je voor nu bedanken om te kijken. En wil je meer video's van mij zien, abonneer dan op mijn YouTube kanaal. En natuurlijk zou ik het heel leuk vinden als ik van jou een duimpje mag ontvangen. Laat me gerust weten wat je ervan vindt. Heb je vragen, stel ze gerust. Ik vind het hartstikke leuk om je te helpen. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Heel graag, tot snel allemaal. Doeg doeg!